Hoi. Ik zit nu net midden in de opnames, dus het komt even slecht uit. Hoi, goedemorgen. Het is weer tijd voor een nieuwe video. Vandaag is een speciale dag, want ik ga niet alleen tegen jullie praten, maar ik ga jullie ook wat laten zien. Ik weet niet of het jullie interessant lijkt, maar ik vind het leuk. Het zit namelijk als volgt. Ik ben niet elke dag van mijn leven bezig met het praten tegen een camera. Daarnaast doe ik ook nog andere dingen. En één daarvan is het maken van reclames voor op televisie. Ja, dat klinkt allemaal supergroot en professioneel waarschijnlijk. En ik ben hier vandaag om jou te vertellen dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Nou, tenminste, wel professioneel. Laat me het uitleggen. Goed, ik heb een aantal maanden geleden een video geüpload op de Kelvin en die heette Goedkoopste reclame ooit. En het plan was met die video om jullie uit te leggen dat normaal gesproken voor televisiereclames duizenden euro's wordt neergelegd om het te kunnen laten maken. En dat ik samen met mijn filmvriend Peter, filmvriend is echt de meest verschrikkelijke benaming voor een mattie. Maar goed, ik voel me soms een beetje te white boy om het woord mattie te kunnen gebruiken. Maar goed, ja, het plan was om dat eens een keer niet te doen. Het plan was om eigenlijk voor 0 euro een reclame te maken. En dat hebben we gedaan. En dat was een succes. We zijn nu een paar maanden verder en er kwam weer op het nieuws op ons pad. En wij dachten, fuck it, we gaan het gewoon doen. Reclame maken voor bijna tot geen geld. Dat was het. En dit was het proces. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Peter Kelvin, ik vind dat reclame van 7 dagen. Oh nee, ze hebben hem zelf gemaakt. We zitten hier echt van, als we bouwvakkers zijn, echt van, jong! Nee, maar hij loopt niet eens door, man. Dit gaat helemaal nergens op. Jezus, wat ben jij een knappe lelijke. Dit is jouw moment. Deze camera is een tijger. Pak hem! Ik kom de televisie met dit, hè? Camera, loop. Hoi, ik heb met de moneypest gepraat en oh man. Oh, daar! De pest! Dit! Ja, top, leven, just what? Camera! Alright. Camera, lukt. Ja. Ik heb best onze eigen gemaakte bom zien. Kijk, ik heb het best wel. En ik kende hem al voordat hij bekend was. Ik ook al hoor. We waren echt de beste vrienden gewoon op meteen toen we elkaar zagen. En dat was hem. Dat was het. Ik vind het gewoon belangrijk om jullie meer van mij te laten zien dan enkel en alleen wat je nu ziet op dit beeld op de Kelvlog. Want ik doe dit, maar het is niet dat ik elke minuut van de dag tegen de camera praat. Misschien hoop je dat, maar het is niet waar. Wat wel waar is, is dat ik het steeds meer weer vet vind om grenzen te verleggen, om steeds toffere dingen te maken en steeds meer dingen te doen waarvan mensen denken van yo, dit is sick, G! En dat hebben wij hopelijk met deze commercial weer gedaan. Dus dat was het. Wil je nou het uiteindelijke eindresultaat van de reclame zien en alle verdere informatie over waar het nou precies van was en wat het precies betekende en wat we precies probeerden over te brengen? Dan kun je alles terugvinden in de beschrijving, want het is een feest in de beschrijving. Het is always a party in de beschrijving. Als laatste wil ik graag eindigen met een wijze les, een wijze spreuk, een goede les en nog iets. En dat is dat heel veel mensen je waarschijnlijk op een bepaalde manier gaan vertellen hoe iets moet. En het is belangrijk dat je, zolang je maar goed vasthoudt aan je eigen normen en waarden, dat je altijd bereid bent om mensen weg te blazen met nieuwe dingen op manieren waarop andere mensen het misschien niet doen. En dat is misschien aan het begin vreemd, maar uiteindelijk denk je bij jezelf, fuck it, ik heb het wel gewoon gedaan. Dick figure. Goed, ik heb ook nog samen met Peter een andere video gemaakt rondom deze commercial op het podcastkanaal. Dit is een stukje uit de video. Maar daarnaast willen we ook een inspiratiebol zijn voor jonge ondernemers. Zeker de moeite waard om even te checken. Het is hilarisch. Ik vond hem grappig. Ik vond hem zeker grappig. En vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal. Volg mij op overal waar je maar wil. Als je dat niet wil, moet je het vooral niet doen. Check jullie volgende week. Doei! G, what's up in the street? When you come to Amsterdam, you wanna talk to me? Op YouTube een succesvol eigen kanaal, The Creators Productions. Zo jongen, dat is ziek lang geleden. Ik kom echt over als ultieme douchebag.